Hoi lieve allemaal, wat super gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik iets leuks voor jullie, namelijk mijn winterjassenstash. In deze video ga ik jullie mijn winterjassen laten zien. En ik kan jullie alvast vertellen, dat zijn er echt een heleboel. Dus mocht je dat leuk vinden, doe dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Nou, laten we maar meteen beginnen. Ik ben echt dol op winterjassen. Ik vind het gewoon heel erg lekker cozy. En bij mij is het belangrijk dat een winterjas ook echt warm is. Want wat dat betreft heb ik het echt altijd snel koud. Het lijkt me leuk om gewoon kort even door alle winterjassen heen te gaan. Dat ik ze ook heel eventjes aanpas, zodat je ziet hoe ze staan. En ik zal ze ook wel heel even in de beschrijving linken. Mocht je er eentje willen shoppen, ja, dan kun je die daar terugvinden. Allereerst deze jas. En dit is echt een lekkere cozy jas. Die heb ik bij Primark geshopt. Super fluffy. Echt een teddy jasje. En ik ga trouwens even bij de jassen van licht naar donker. Dus ik begin met de lichtste jassen. En dan worden ze steeds donkerder. Ik merk dat ik best wel een nude kleur type ben. Dus ik heb best wel veel nude kleur jassen. En deze is dan crème. Je sluit deze jas door middel van drukknopen. Dat vind ik altijd wel echt heel erg handig. En ja, deze jas was er toen alleen nog maar in een hele grote maat. Ik heb hem in maat 44 gekocht, maar hij was er niet meer in kleinere maten. Dus ik wilde hem eigenlijk zo graag dat ik dacht, nou oké, ik koop hem maar. Hij was ook echt super goedkoop. Ik denk iets van 20 euro of zo. Dus dan maakte mij dat iets minder uit. En ja, hij is wel niet mega warm, moet ik meteen heel even zeggen. Maar dat had ik dan ook niet verwacht van de Primark kwaliteit. Dit is mijn eerste winterjas en ik heb er gewoon even lekker een wit jurkje onderaan gedaan. Omdat ik dacht, nou dat past gewoon bij alle jassen die ik nu aan ga trekken. En dat lijkt ook niet te veel af. Dit is ook meteen mijn goedkoopste winterjas, want deze is van Primark. Hij valt lekker oversized omdat ik hem dus in een te grote maat heb gekocht. En het is gewoon een lekkere teddyjas. Hij is eigenlijk ook niet super zacht. Hij voelt best wel een beetje stug. Maar verder vind ik hem wel heel leuk staan. Hij valt dus wat korter. Dan de volgende jas. En deze jas is wel al van vorig jaar. Maar ik wilde hem toch heel erg graag met jullie delen. Want ik dacht, stel je vindt hem nou heel leuk. Dan kun je hem vast nog wel ergens in de sale shoppen. En ik draag deze ook gewoon nog heel erg graag. Dus ik wil hem graag aan jullie laten zien. Wat ik zo leuk vind aan deze jas is dat het een langer model is. Hij valt echt tot over mijn knie. En het is ook een wat klassieker model dan de rest van mijn jas. Dan heel even een heel ander soort model. Dit is dus een heel erg mooi classy model. Mooie nude kleur ook. En hij valt echt tot over mijn knie. Hij heeft hier van die steekzakken. En je maakt hem dus dicht door middel van de strik. Mooi kleurtje vind ik het echt. En ik zal hem nu heel even openmaken. Hier heb je nog zo'n drukknoopje. Dan zien jullie een beetje hoe die zo valt. Dat vind ik ook meteen heel erg leuk staan. Ik merk wel, want ik draag hier maat S in. Deze jas is trouwens van Josh V. Dat hij bij mijn armen wat strakker zit. Nu ik er dus een trui onderaan heb. Dan nog een jas van Josh V. Maar deze is uit een nieuwe collectie. Dus die kan je zeker weten shoppen nog. Dit is echt een lekkere teddyjas. Ook deze jas valt weer wat langer. Net als die jas die ik dus net aan had. En hij is ook weer heel erg mooi nude. Je maakt deze jas dicht door middel van deze knopen. En hij valt echt heel erg lekker oversized. Mocht je deze jas nou willen shoppen, dan zou ik je echt aanraden om een maatje kleiner te nemen. De meeste jassen die ik heb zijn wel in maat M, omdat ik het gewoon lekker vind dat ik er nog een trui onderaan kan. Maar in deze jas heb ik maat XS. Dus ja, ik heb normaal gesproken SM, dus als je dezelfde maat als mij hebt en je vindt deze jas leuk, dan zou ik hem echt in XS bestellen, want hij is best wel oversized. Hij is heel makkelijk te combineren, hij is lekker warm en ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Kijk wat een knuffelweertje deze jas. Dit is ook weer een lange jas. Qua lengte valt hij ook weer over mijn knie. Ik denk ja, dat dit model een beetje hetzelfde model was als ik net aan had, qua lengte dan. En je maakt hem dicht door middel van één knoop. Ik ga hem heel even open doen, want ik merk dat ik het leuker vind om hem open te dragen. Hij heeft hier dus van die steekzakken. Ja, verder heeft hij hier twee van die flappen. Hij valt gewoon heel erg mooi en ik draag hier dus maat XS in. En zoals je kunt zien valt hij gewoon echt best wel oversized. Dus ik zou je echt aanraden om een kleiner maatje te nemen. Zoals jullie misschien wel weten ben ik dol op panterprint. En daarom kon een panterprintjas ook niet ontbreken in mijn winterjassencollectie. Deze is van Comget Fashion en dit vind ik echt een heel mooi panterprintje. Je hebt dus nog verschillende soorten panterprint. Dit is een wat grotere print, als jullie snappen wat ik bedoel. Maar dat vind ik wel heel erg mooi. Ook de kleuren vind ik heel mooi. En deze jas heeft een kraagje. En zo ziet hij er van de binnenkant uit. Hij is echt lekker warm.
Aan de zijkant heeft hij ook nog zakken. Je maakt de jas dus dicht door middel van haakjes. Dat vind ik zelf altijd iets minder fijn. Maar ik draag de jas ook best wel vaak gewoon open. Alleen als het dan wat kouder wordt, moet hij natuurlijk dicht. En dan zijn haakjes niet mijn favoriet. Dit vind ik eigenlijk de perfecte panterjas. Omdat ik denk dat hij eigenlijk bijna iedereen wel zal staan. Hij valt iets langer, maar zeker niet zo lang als de jassen die ik net aan had. En dit vind ik dus wel heel erg leuk staan met zo'n jurkje. Maar kijk even deze print. Dit is echt een hele mooie panterprint. Deze jas is van Come Get Fashion. En ik draag hier maat M in. Dan nog een panterjas. En jullie zullen wel denken, waarom heb je twee panterjassen? Eén panterjas is toch genoeg? Nou ja, ik zal jullie heel even laten zien. Deze is toch echt weer anders. Wat deze jas zo anders maakt is dat hij een muts heeft. Heel erg lekker zacht. Kon ik het jullie maar even laten voelen. En dat staat ook meteen heel erg schattig. En deze jas maak je dus dicht door middel van drukknopen. Dat vind ik ook helemaal top. En deze is van Love Boutique. Het is wel echt een ander soort panterprintje dit weer. En kijk hoe leuk deze muts. Ik ga hem gewoon heel even voor jullie opzetten. Ah, dit is toch echt heerlijk. Ik vind dit echt zo snoezig staan. En het is ook gewoon super lekker comfy. En in deze jas draag ik maat SM. Dan een nieuw jasje en dit is ook echt zo'n berenjasje. En zoals je kunt zien hangt het kaartje er nog aan, want deze heb ik dus echt pas net binnengekregen. Dus ik heb hem ook nog niet aangehad, ik heb hem ook nog niet gepast. Oh my god, dus dat kan ik zo meteen met jullie heel eventjes samen doen. Deze jas voelt wel echt wat stugger, dat zie je ook wel aan het materiaal. Hij is niet heel zacht of zo, maar ja, ik verwacht wel dat hij lekker warm is. Je maakt deze jas dicht door middel van deze knopen. Ik moest bij deze jas echt ergens aan denken. Maar nu weet ik gewoon waaraan. Aan zo'n toypoedel. Die ziet er toch echt gewoon zo uit. Dus als ik deze aantrek, dan word ik misschien ook zo'n toypoedel. Helemaal leuk. Aan de zijkant heeft hij van die steekzakken. Dat vind ik altijd top. En dit is ook echt een lange model. Deze jas heb ik nu voor de eerste keer aan. En ik deel graag even mijn eerste indruk met jullie. Qua model vind ik hem wel een beetje lijken op de jas van Josh V van net. Maar qua kleur en textuur is hij echt weer heel erg anders. Deze jas is van Sign the Catch. En ik draag hem in een one size maat. Hij is echt heel erg mooi bruin. Hij valt wat langer. Tot over mijn knie. En je kunt deze ook weer dichtmaken door middel van deze ene knoop. Hij zit wel echt heel lekker. En er past ook gewoon prima nog een trui onder. Deze jas is echt zo zacht. Dit is denk ik wel echt de zachtste jas die erbij zit. Die heeft echt een heel hoog aaibaarheidsgehalte. En ook echt de warmste jas. Hij is heel erg dik. Wat ik wel een beetje een nadeel vind. Want doordat hij zo dik is, voel ik me ook heel erg breed in de jas. Als je snapt wat ik bedoel. Misschien dat je het zo meteen ziet als ik hem aan heb. Maar verder vind ik hem echt top. De kleur is lichtroze, wat helemaal mijn kleur is. En hij is gewoon super lekker comfy, super lekker zacht. Hij heeft van die rechte zakken, zal ik maar zeggen, best wel breed. Dus er kan ook best wel veel in. En je maakt de jas dicht door middel van een drukknoop. Dus dat is helemaal top. Hij is goed gevoerd van binnen. Dus met deze jas zul je in ieder geval geen kou lijden tijdens de koude winterdagen. Ik heb nu de roze jas aangetrokken. En nu zien jullie misschien een beetje wat ik bedoel met dat bredere. Het is best wel een brede jas. En dit blijft ook niet zitten. Dit gaat heel veel zo naar binnen. Echt irritant. Maar hij is wel heel lekker warm. Ik heb het gewoon nu al warm nu ik deze aan heb. En het is echt een super mooi kleurtje. Deze jas is van Come Get Fashion. Dan een jas die er misschien een beetje op lijkt qua kleur. Alhoewel dit toch iets meer naar de paarse kant is. En dit is een jas van Josh V. Qua stof vind ik dit echt veel beter. Oh, trouwens heel eventjes tussendoor. Het zijn allemaal faux fur jassen. Dus niet dat jullie denken dat ik echt bont draag. Het is gewoon allemaal faux fur. Maar ja, deze jas is iets minder breed. Dus dat vind ik zelf dan wel fijner staan. En hij is ook nog heel erg lekker warm. Ook maak je deze jas weer dicht door middel van die drukknopen. Kijk deze kleur ook. Echt een hele mooie, unieke kleur. En deze jas had ik dus laatst ook naar Londen aan. En dat was wel echt heel erg leuk. Want echt letterlijk 5 of 6 mensen waren toen naar mij toegekomen van oh my god, I love your coat. En ik vond dat echt zo erg leuk. Want hier in Nederland doen we dat eigenlijk helemaal niet snel. We denken misschien wel van oh, die ziet er leuk uit. Maar dan lopen we er nog niet helemaal naartoe om dat te gaan zeggen.
En de mensen deden dat in Londen wel. En ook echt best wel veel mensen. Dus dit is echt een topper in ieder geval. Die valt goed in de smaak. Maar ja, ik dacht echt van waarom doen we dat in Nederland gewoon niet? Kom maar op met die complimentjes en die positiviteit. Dat is eigenlijk alleen maar leuk. Dit is dus de jas die iedereen in Londen helemaal leuk vond. De kleur van deze jas vind ik echt heel erg mooi. Een beetje oud roze naar het paarsige toe. En hij valt dus zo. Hier heeft hij een kraag. Lekker fluffy. Zo zien de zakken eruit. Steekzakken. Jullie kunnen wel een beetje zien dat ik een Josh V lover ben. Want dit is gewoon weer een Josh V jas. Ik merk dat ik echt veel Josh V jassen in mijn collectie heb. En dit is ook weer echt een mooie aparte kleur. Ik kan het niet echt een naam geven. Het zit een beetje tussen het paarse bordeauxrode in. Het is afgewerkt met gouden details. En dit is een wat sportiever modelletje. Ik merk wel, ik ben dus hiernaast ook nog juf, dat als ik naar school ga, dat ik dit gewoon een hele fijne jas vind om te dragen. Hij is super warm. Mocht het gaan regenen, hij heeft ook nog lekker een capuchon. En aan de zijkant ook mooi afgewerkt met een Josh V logo. Fijne zakken erin met drukknopen. Dus als je er iets in wil doen, valt het er ook niet uit. Kijk, en de rits is heel mooi goud. In deze jas draag ik maat M. Dit is dus meteen weer een heel ander soort modelletje. Ik vind het zelf ook wat minder leuk staan zo op mijn rokje. Maar op een broek staat het dan wel weer heel erg tof. Dit is meteen wat sportiever. Oh, kijk trouwens ook hoe leuk die mouwen. Hierin zit dan een gouden en een zilver streepje. Echt heel erg leuk. De jas is afgewerkt met gouden details. Ik zal de muts ook even opzetten. Wat ik wel heel fijn vind als het dan gaat regenen. Dan heb ik deze muts. En ik vind deze kleur ook helemaal top. Echt een kleur die je niet zo snel ziet. En nog heel even de jas open doen. Dan hebben jullie een compleet beeld van hoe deze jas staat. Zoals je kunt zien gaan we naar de wat donkerdere kleuren. Dit is ook echt een prachtig exemplaar waar ik op Instagram al heel veel vraag naar heb gekregen. Ik ga niet proberen om de naam uit te spreken, want dat gaat sowieso mis. Maar ik hou het heel even in beeld. En ik zou het sowieso ook linken in de beschrijving, zodat jullie weten waar het van is, deze jas. En ik draag hier in maat M. Het is een hele mooie donkergroene kleur. De jas heeft weer, net als eigenlijk alle jassen, steekzakken. Je sluit de jas door middel van best wel veel drukknopen. Bij deze look zou ik waarschijnlijk deze jas dragen, omdat ik die meteen heel erg mooi erbij vind staan. Ik heb hem nu al even dicht. Maar ik draag dit soort jassen altijd het liefst een beetje open. Omdat ik dat gewoon leuker vind. En dan met het een lekkere sjaal. De kleur is echt tof, hè? Wat vinden jullie van dit kleurtje? Ik ben echt heel erg benieuwd. Houden jullie trouwens ook van fluffy jassen of meer van dat soort dat ik net aan had? Wat sportievere jassen? Of misschien van wat meer classy jassen? Dit jasje, dat is van Colmar. Is niet een heel dik jasje. Is meer een beetje een tussenjasje voor de herfst. Tussen de herfst en de winter in. En die heb ik ook gewoon heel erg graag aan naar school. Ik doe hem makkelijk aan. Er zit een capuchon op. Zoals je kunt zien is hij een beetje geribbeld, dat stofje. Dus dat vind ik dan wel leuk. Hier staat het logootje van Colmar. Dit is ook weer een wat korter modelletje. En een sportief modelletje. Ik zou dit dan ook weer sneller combineren met een broek. Ik heb hem nu heel even dicht. Mutsje op. Voor als het gaat regenen. Ik zal hem ook heel even open doen. Kijk, dus dit is echt een sportief jasje. Heel fijn gewatteerd. En ik draag dit ook echt als tussenjasje tussen de herfst en de winter in. Dan deze zwarte faux fil jas. Deze is van Jasje Handtasje. Ik draag in deze jas maat M. En ook deze is weer super zacht. Hij lijkt wel een beetje op die roze jas die ik jullie net liet zien. Alleen dan is deze in het zwart. En een zwarte jas is toch ook wel echt heel erg makkelijk. Want die staat gewoon altijd goed. Deze jas vind ik dus eigenlijk ook wel heel erg leuk bij deze look staan. Hij valt dus zo. Dit is ook echt een wat dikker modelletje. Een dikkere jas. Heel erg warm wel en heel erg zacht. Dit waren mijn winterjassen en ik ben echt heel erg benieuwd welke jas jouw favoriet is. Heb jij al een winterjas of moet je nog een winterjas shoppen? Let me know in de comments. Ik ben echt heel erg benieuwd. En vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komen binnenkort nog meer fashion gerelateerde video's aan. En mocht je suggesties of ideeën hebben, dan kun je dat altijd heel even achterlaten. Dan ga ik er zeker wat mee doen. Bedankt voor het kijken. Dikke kus en dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Doei doei!